In het weekend is het over de koppen lopen in de Kloosterstraat, maar tijdens de week is het veel kalmer. De crisis is hier al een lange tijd voelbaar en daardoor staat nu een heel aantal panden leeg. Wij vinden dat uiteraard als handelaar niet goed, maar de extreem hoge huurprijzen zijn voor de mensen niet meer betaalbaar. Zo nodig blijven ze weg hier uit de straat uiteraard. Had u het zelf opgemerkt hier in de straat? Ja, natuurlijk. Wij zitten hier ondertussen al 18 jaar in de straat. En je ziet dat natuurlijk. Hè. Als de een naar de andere winkel toe gaat, dat is niet goed voor de straat. Hè. De winkelpanden kosten hier tot 4000 euro per maand. De winkeliers durven nu ook sneller aan verhuizen denken, omdat de Kloosterstraat niet meer de antiekstraat is van weleer. Ik denk dat de dure prijzen, zeker de dure huurprijzen, die veranderen het straatbeeld. In deze zin dat ik denk dat meer concept stores kunnen komen en pop-up stores, misschien een beetje dat soort dingen. Al wat nu eigenlijk ook wel in is. Ik denk dat het stelselmatig verandert. Maar ik denk dat antiek over heel de wereld stelselmatig verandert. Ik denk dat nu meer vintage dingen in zijn. Ik denk dat antiek eigenlijk een beetje oudbollig is geworden. Ook ondernemersvereniging Unizo denkt dat pop-up stores de leegstand in de Kloosterstraat kunnen verhelpen. Pop-up stores zijn winkels die slechts een handvol maanden open blijven.